week en dit is de week dat ik ga verhuizen. Ik ga morgen verhuizen. Het is, we weten dus niet helemaal wat de bedoeling is. Fantastisch. Toetje. We zijn dus nu in IKEA. En ik heb echt fucking veel leuke nieuwe dingen gehaald. Goedemorgen allemaal. Het is maandagochtend. Het is een nieuwe week. En het is de week dat ik ga verhuizen. Ik ga morgen verhuizen. Alles staat klaar. Bijna alles staat klaar. Maar ik ga nu eerst gezellig met Coco naar Renaissance. En een ijsbad doen. Mijn scooter is nog steeds kapot. Die moet ik vandaag even ophalen bij de garage. Even kijken. Ik moet nu gaan. Nou, goedemorgen. Nee. Goedemorgen gaat dat wel echt heel erg moe. Maar we gaan weer in een ijsbad. Het is weer zover. Oh, ik kijk er echt even niet naar uit. Want het is echt zo vroeg nog. Maar goed. 3, 2, 1, go. Ik vind het wel koud hoor. Ja, het begin was ik ook. Nou, het ijsbad zit er weer op. Zo koud. No shit, ik kom uit een ijsbad. Ik heb nu een meeting bij de Hoxton, dus ik ben nu op station Zuid. Ik ben niet meer een scooter girlie. Ik kan wel mijn scooter vandaag ophalen. Dus dat ga ik nu doen. Nou guys, wat een dag weer. Ik heb de laatste uren alleen maar alles ingepakt. Het was echt nog veel meer dan ik dacht. Maar we hebben nu alles. Kijk, dit is het. Hier zijn voornamelijk alle tassen. Er staan hier alle dozen. Ho, hier nog. En hier nog. En dan mijn bed, mijn kast. Alle meubels moeten mee. En ik hoop dat het allemaal in een dag gaat lukken. Ik ben echt gesloopt en dan moet morgen nog komen. Ik vind verhuizen gewoon echt heel kut. Maar komt goed. Ik ga even lekker douchen. Ik ga lekker mijn haartjes wassen. Ik ga lekker mijn make-up eraf halen. Dan komt Stan zo meteen. En dan gaan we lekker slapen. En dan wordt het morgen een hele lange dag. Goedemorgen allemaal. Dag van de verhuizing. Ik heb klaargemaakt. Ik ga even snel de app koffie halen en ontbijt halen. Want ik ben niet meer in huis. En dan komt mijn vader erheen. Ik ga alles naar beneden sjouwen. En dan komt mijn moeder naar het nieuwe huis. En dan gaan we moeder niks schoonmaken. Wordt me een dagje. Nou guys, we zijn goed bezig. Alle dozen zijn hier al ingepakt. Hier allemaal, hier, hier. Een deel van de kast is al weg. Dus we zijn gewoon echt hard aan het werk. Ik heb in 38 minuten 340 calorieën verbrand. Ja. Nou jongens, we zijn aangekomen in het nieuwe appartement. Ik ga jullie even snel een quick tour geven. Dat jullie nog een beetje een before hebben. Dat is misschien wel leuk. Hier hebben we als eerst de eethoek. Dan hebben we hier de woonkamer met de bank. Wij gaan nu eerst even alles terugschuiven. Ik ben met mijn moeder. Dan hebben we hier de slaapkamer. En daar de badkamer. Hier de keuken. Balkonnetje ook nog eens. En we hebben een kledingkamer. Nou, niet normaal. Wij gaan even hard aan de slag. Hallo allemaal, het is inmiddels avond. Ik ga jullie zo even een update van het huis geven. Ik ga nu heel even naar de app lopen om wat drinken te halen. We hebben trouwens ook al avond gegeten. Het was een lange dag, maar het ging wel snel. Alles is helemaal gelukt. En ik ben zo happy! Zo leuk. Nou jongens, ik zal je nog even een update geven over het huis. Kijk, dit is nu het huis. Ik ben het een beetje aan het inrichten. De spiegel gaat nog weg hoor. De bank. Dit zo. Er komen nog andere tafel of andere stoelen. Helemaal leuk. En even mijn slippers aandoen. Ik heb altijd van die slipperslof in huis. Ik vind dat zo chill. Hier staan heel veel dozen. Dan is dit nu de keuken. Ja, dit is echt intuïtief ben nog. Ik heb wel echt het al een beetje ingedeeld en zo. Koffie. Met leuke dingetjes. Dan is dit de vaatwasser.
eindelijk. Hier een kast met spullen. Dan is dit nu de slaapkamer. Ja, dat is ook nog één troep. En dan hebben we hier zo lekker het bed. En dan kunnen we zo lekker in de ochtend naar buiten kijken en de ramen open doen. Fucking chill. Dit is voor de slaapkamer. Dan heb ik hier nog, ja, dit is echt de grootste troep ooit. Dit wordt mijn kledingkamer. Dus dan heb ik hier mijn kast, mijn geliefde kast. Helemaal ingedeeld worden nog. En dan heb ik hier nog heel veel kasten, kledingrek en heel veel dozen en kasten nog. Dus dat is wel heel chill dat ik gewoon nog een extra kamer heb. Ja, dat is het. Ik ben echt helemaal kapot. Maar we hebben er wel iets positiefs voor terug. Een heerlijk huisje voor mezelf. En ongelooflijk. SO naar mijn ouders, want ze hebben echt zoveel voor me gedaan en geholpen. I love you. Goedemorgen, een eerste dag in het huis. Het is woensdag. Ik heb een beetje uitgeslapen, want ik was echt kapot. Ik was echt zo moe. Het is echt... Stan heeft dit vanochtend naar shampoo gezocht. Bedankt voor de rommel. Echt love you. Man will be man. Ja, ik moet alles gewoon even gaan inrichten. Oké, ik heb me echt even fucking snel klaargemaakt. Ik heb geen outfits, dus ik heb echt de most simple outfit ever. Deze trui en een bruine pantalon. Ik heb ook geen schoenen, dus ik moet even op zoek naar schoenen. Ik heb echt maar het bovenste van de stapel gepakt. Ik dacht echt, ik weet het anders ook niet. Ik ga gezellig met Thomas. Die woont dus bij mij in de straat. Thomas en ik zijn dus fucking buren, overburen. We kunnen gewoon, hi, buurman. Dit is nu de status, maar ik moet echt gaan. Hallo! We zijn op een event. Oh my god! Dit is echt een droombike, hè? Ja. Met die event samen. This one. Oh! From Olche. Oh my god! Cute. We zijn lekker naar die L'Oréal kick-off event in Hoofddorp. This one is. Keep you posted. Ja. Yeah. We weten dus niet helemaal wat de bedoeling is. Het is heel nice. Ja. Ik heb hem ook, maar dan in het transparant. Ik heb hem nu op. Van Kylie Skin, van Douglas. Ja, ik heb een transparante. Oh. Oh, ik heb dat ook. Om te beginnen, ons team. Ik zal beginnen met mezelf voorstellen. Ik ben Sylvana. Ik ben verantwoordelijk voor onze. Nou jongens, we gaan even makkelijk eten, want we zijn allebei echt kapot. Ik heb wel wat meer al in kunnen delen van mijn kledingkast, maar ik ben er nog niet. Ik heb lekker een pizzatje en dit is van The Good Baker. En dit is die pumpkin seed en spinach. Dus dit is een soort gezondere, healthy pizza. Maar ja, hoe healthy kan het zijn, zeg maar. Maar het is gewoon wel met meer groente en minder calorieën. Nou, in ieder geval, lekker pizzatje. En hij is dus best wel lekker. Ik had eigenlijk gedacht dat hij niet lekker was. Want die broccoli mushroom vind ik echt fucking lekker. Deze is ook echt heel lekker. Ik had niet verwacht. Ik had dacht dat hij een beetje droog zou zijn. Maar hij is best wel juicy. En ik heb dan een beetje tabasco erop gedaan. Voor de spice. Maar ja. Go get it. Echt aanrader. We gaan nu Game of Thrones kijken. We zijn nu bij seizoen 2. Aflevering 3. En ik begin er nu wel echt meer in te komen. Ik moet wel echt even goed inkomen, zeg maar. Goedemorgen. Het is vandaag donderdag alweer. Jezus, het vliegt deze week voorbij. The girl is weer ready om te gaan. Ik ben helemaal happy met mijn huisje. De styling moet nog wel gedaan worden. Maar het begint steeds meer ergens op te lijken. Ik ga eens even mijn spullen pakken. Ik ga even werken met Indy en Maggie. Voor Indy Lashes. Dus gezellig bij Recover. Dat is echt een super leuk tentje. We zijn lekker aan het werk bij Recover. En we hebben een overnight oats. En die is echt heel lekker. Ik ga het even proeven of het net zo lekker is. Oh. Ja. Zo lekker. Nou, dat is niet normaal. Ik moet het zelf maken. Kan niet echt makkelijk. Je moet het even proeven. Want het heeft echt heel veel smaak. Het is echt kaneel, vanille. Nou jongens, ik ben thuis en er is een heel leuk pakket binnengekomen. Namelijk van de Xenos. Ik heb een samenwerking met de Xenos. En ik heb deze leuke stoelen ontvangen. Leuke decoraties. En ik ga dus even mijn eethoek een makeover geven. Ik moet nog één stoel in elkaar zetten en dan ben ik eindelijk klaar. Het was even een klusje, maar het is eigenlijk wel heel makkelijk. Want je kan het er gewoon inschroeven met dat. Maar het was wel gewoon even tijd. Maar ja, super leuk.
jongens. Het huis begint steeds meer vorm te krijgen. Ik ben echt helemaal obsessief. Ja, dit moet nog helemaal gedaan worden hoor. Maar dit is wel een beetje naar mijn smaak. Dat boek ook weg. En check dit. Dit is echt niet normaal. Ik ben hier zo blij mee. Oh mijn god. Ja, deze kast moet ook nog helemaal gedaan worden. Maar hoe leuk is dit? Ik had dit boekje vorig jaar opgedaan in mijn home. Deze lamp had ik nog. En al die nieuwe dingetjes heb ik van de Xenos. Hoe leuk is dit? Ik ben echt zo obsessed. Oh, dit gordijn moet ook nog even normaal. Maar dit is toch echt helemaal geweldig. Ik ben echt helemaal obsessed. I love it. Niet normie. Niet normie. Oké, ik ben net even naar de Action geweest. Even een hal van geplaatst op mijn TikTok. Ik zal jullie even snel laten zien wat ik heb. Ik heb dus schaar, mesjes, een bakvorm, verzandfolie, watjes. Super leuk. Deze theedoek en handdoek. Hoe cute. Koffie, pennen, plakband. Nou, wat praktische dingen. Een weegschaal en een pan. Yay! Oh, mijn zussen zijn er gezellig. En we gaan lekker borrelen, want ja, we hebben een nieuw huisje. We gaan wat vieren. Oeh! Yes. Jij gaat een poppenstaar. Ja. Well. Misschien Wella. Misschien Wella. Ah. We hebben ons klaargemaakt en we gaan nu uit. We gaan eigenlijk niet uitgaan. Maar ik word gewoon altijd meegesleept en ik vind het gewoon echt niet leuk meer. Je hoeft niet, hè? Ja, ik vind het gewoon echt niet leuk meer. Elke week zeg ik ook niet gaan. Maar we gaan het gewoon leuk hebben met elkaar. Ja, maar ik bedoel eerder van dat ik elke week zeg dat ik niet ga en elke week zaken weer. Dat bedoel ik. Niet dat ik het niet leuk vind, maar elke week zaken wel weer. Ik vind het gewoon vervelend voor mezelf. Je moet nooit, nooit verwachten van jezelf, weet je. Weet je. Goedemorgen allemaal. Morning. Ik baal zo van mezelf. Ik wil echt te balen. Ja, ja, omdat het nu heel mijn ochtend weg is. Ik heb niet gesport. Ik heb nu de hele ochtend niks gedaan. Maar je moet ook gewoon een keer je bek houden. Dat is ook niet zo raar. Ja, doe het van de bek. We hebben lekker een Joe'tje. Een spicy Joe. Hij is wel koud. Ja, helemaal niet spicy. Oh, oké. Ik heb mijn nummer dus blijkbaar gegeven, maar dat weet ik niet meer. Wanneer? Nog letterlijk, in de auto. Jij had jouw nummer, nee, hij had jouw nummer aan jou gegeven. Zo van, dus jij moest hem appen. Ja. Dus jij zegt, gaan we natuurlijk niet appen, gaan we echt nooit appen. Gaat, dus 10 minuten later zit ze auto in de achterbezeel en gaat ze appen. Oh. Ja. Hé, hey, was wel gezellig of zo. Hoe dan? Hoe dan? Beetje voor je. Abra, stoer. Ja. Ik kan wat dansen. Hoe ben je gedanst? Ja, blijkbaar. Oh. Dat is nu wel druk. Ja. Dat is vakantie wel eens, denk ik. Oh ja. Ah. Ik heb geen avocado op. Oh nee. Ik heb heel veel. Nou, ik vind hem niet zo heel lekker. Zoals die hoort. Koud, ik vind het heel spicy. Droog, niet spicy. Gewoon bijna. Ik proef alleen maar tonijntje aan. Ik proef ook geen pesto. Maar, boeien. Oh, we hebben natuurlijk een tuna kado en een spicy tuna. Dus een tuna kado is, dit is zonder avocado denk ik. Nee, sorry. Misschien moet je kado met, en dan met... Met je tabasco. Ja. Of jalapeno. Ja. Ja. Ach ja. Nou, we zijn weer bij Renaissance. Is het nou Renaissance of Renaissance? Of wat is de naam? Renaissance. Oké, okay, we zijn bij Renaissance. Maar we gaan weer in een ijsbad.
Louise is going in. Guys, ze komen crazy. Maar ik ben gewoon net er nog een keer in gegaan. En kopje onder. Ik weet ook niet waarom ik dat heb gedaan. Nou, jongens, we zijn helemaal klaargemaakt. De girls zijn er trouwens. Gaan we lekker uit eten en daarna uit. Zo leuk! Ik heb echt een tering honger. Nou jongens, we zijn gekomen in het restaurant. Kijk hoe leuk dit is. Helemaal een leuk houtje, watertje voor de dorst. Even een verfrissend handdoekje, pepermintje. Super, dankjewel. Doen. Dat moet je echt doen. Dan moet je zeggen bijna. Oké, we hebben nu gehad. En heel erg drinken. Oh ja, kut. En dan draag je met zeebaars. Ik drink echt alles op. Zo lekker allemaal. Ik vind het zo leuk, chill, dat je niet hoeft te kiezen. Ja. Je kijkt gewoon. Ik haat ik kan niet kiezen van een menu. Ik ben echt niet gelukkig van één ding kiezen. Nee, ik ook niet. Alles is zo lekker. Maar ik ben ook weer iemand die alleen maar een tafel vol met volgen. Mm-hmm. Dood van mijn lijf. Oh. Wat als ik dood ben, dan wel. Nou, we hebben aardappel, hoor ik. Hoor ik. Niet kimchi, ik hou van kimchi. Hey, ik proefde ook niet dat zuur. Hoe moet je het eten dan? Het is een aardappel. Ik vind het zo lekker. Je moet gewoon induiken, dan kom je er vanzelf aan. Je moet gewoon als een onderzeeër. Zo. Het is heel lekker dit. Ja. Ja, deze heeft de achternaam. Insane. Maar aardappel. Ja. Aardappel is natuurlijk ook wel gewoon echt heel lekker. Oh my god. Nou, dit schijnt natuurlijk één van de favorieten te zijn. Van onze overes. Van onze ober. Hoe noem je dat? Serveert over. Ja, over is gewoon mannelijk en vrouw niet. Oké. Ja, dat is allemaal vegetarisch. En ik heb het dus heel vaak in restaurants, dat er heel veel goed gemaakt vinden. Het heeft echt zoveel smaak. Mm. Ja. Niet alleen maar. Moet ik wel zeggen dat ze in de restaurants dat vooral goed weet ik ook. Jongens, ik moet even wat zeggen. Het is zo leuk hier. Het is zo leuk en gezellig en lekker vooral hier. Zeg dat ik eerst erop. Jongens, ik moet echt niet normaal zeggen. Hoe heet het jongens? Wolf Atelier. Ja, Wolf Atelier. Heen gaan. Van Isa Luna, dus shout out naar jou. Het is echt bloedheet. Boos er niet mee eens. Nu is het mijn. We hebben een sucade met truffel, mosterdsaus, een zure granaatappel. Een granaatappel. Ik weet het allemaal niet. Het is allemaal. Oké, je huurt wel wat een wijntje. Hierboven. Nee. Doe even normaal. Het is niet normaal gegaard. Ik word gewoon niet goed. Ik vind het jammer dat het allerbeste aangegeven van mijn leven. Ja. Dat vind ik echt zo leuk in het hotel. Ik vind het echt ongelooflijk lekker. Dit is nog maar een 9,5. Ja. Keuze. Ja, 9,5. Echt. Ja. Bij alle hoogte op die wagyu. Denk je dat ze het ook echt bijna niet zo plannen dat het opbouwend is? Of is dat? Ja. Maar je wil nooit beginnen met het allerbeste. Nee. Dan is de rest van je avond. Nee, dan valt alles tegen. Ja. True. Ja, Wagyu grade A5, hè. Dus in Wagyu heb je natuurlijk verschillende gradaties qua vetgehalte. Dus helemaal keurig. Nee, we hebben hier het hoogste niveau in Wagyu. Ik doe nu alleen de boter. Nee, ik heb hier de plain. Alle drie, wat is hier dan? Maar dit schiet mij even neer, want dit is mijn derde. Dus dit is ook mijn derde. Oh, dat kan zo goed dat ermee. Kijk dit. Toetje! Goedemorgen allemaal, het is zondag. Ik heb gisteren mijn hele dag niet gevlogd. Ik heb gisteren gewoon overgeslagen, maar gisteren heb ik ook ogen voor geslagen in mijn leven, zeg maar. We zijn dus nu in de IKEA en ik heb echt fucking veel leuke nieuwe dingen gehaald. Ik ben met boothouders. Ja, ik ga het thuis allemaal nog wel laten zien, maar thuiszet en een kast en weet ik het allemaal. Allemaal prul, zooi. En ja, nu gaan we lekker afrekenen. Nou, daar heb ik echt heel veel zin in. Nou, alles is ingeladen. Past allemaal weer in mijn mooie up. Geweldig. I love it. En ik heb hier nog spullen. Helemaal leuk.
Nou, ik zal even laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Uit enthousiasme heb ik het buitensetje al buiten neergezet, omdat ik wilde weten hoe het eruit zag. Maar ik heb ook even een deurmat. Ja, gewoon even heel praktisch. Gewoon een deurmat, ja. En dan dit super cute setje aan. Ja, de hele balkon moet nog schoon, want dit ziet er natuurlijk niet uit. Maar dit is toch gewoon top. Dan kun je hier gewoon lekker zitten. Lekker even een kopje koffie. Heerlijk. Nou, hier ben ik echt heel blij mee. En dat is echt niet duur, hè? Die stoeltjes waren 15 euro en het tafeltje was 20. Dus, nou, helemaal top. Dan zal ik jullie binnen even laten zien wat ik nog meer heb. Dan heb ik een paraplu. Want die had ik wel, maar die is kapot. En die is kapot. En deze was echt 3 euro of zo. Dus sloeg echt nergens op. Dan heb ik deze kom, want hier heb ik al één van. Maar ik wil er nog één, want het is gewoon echt super chille kom. Dan heb ik wat spatels. Deze waren echt 2 euro. Dus ik dacht, ja, give it to me. En nog wat kledingrek, of kledinghangers voor mijn kledingrek. Deze opbergbakjes. Die zijn echt super chill. Nieuwe wc-borstel. Een afwasborstel. Dit is mijn favoriet, want deze kan je zo zuignappen. Top. Oh ja, dit is een lampenkapje. Deze is echt heel cute. In de slaapkamer. Dus super leuk kleurtje ook. Ga ik even in elkaar zetten. En dan heb ik ook nog deze lamp. Voor in de slaapkamer. Nou, helemaal leuk. Dan heb ik trouwens ook nog een krukje voor in de keuken gehaald. En een wasmand. Dan heb ik hier een kast. Nou guys, ik zal jullie even een update geven. Ik heb hier mijn mooie krukje. En hier mijn mooie nieuwe kast. Echt veel beter dan dat blokken ding dat er stond. Dus daar ben ik echt heel blij mee. Echt veel beter. En wat hebben we nog meer gedaan? Wasmand. Oh ja, de wasmand. Dat is deze. Kijk. Kijk, heb je helemaal mooi twee vakjes. Ja. Kan je mooi de was scheiden. Wit en gekleurd. En hij rijdt. Dat is gewoon een topding. En deze lamp, maar die moet ik nog kreukelen. Naar een wolkje. Verder, wat was het volgens mij? De spiegel is lekker opgehangen. Oh ja, dit lampje. Die is echt heel leuk. Kijk. Als die aan is. Super cute. Kijk dan. Volgens mij was dat alles wel wat nieuw is. Ik heb nu even deze stoel morgen opgehaald. Even die kast hier geïnstalleerd. Ja, het kon even niet anders. Maar prima. Nou, dit was dan eigenlijk ook weer het einde van de vlog. Want het is vandaagavond en ik ging slapen. Dus heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Het was een hectische week voor mij. Maar wel leuk. Ik ben kapot, dus ik ga lekker slapen. Dus vergeet me zeker niet te supporten. Blauw duimpje omhoog. Om te volgen op Instagram en TikTok. Allebei Insta gevoerd. En natuurlijk mijn kanaal te abonneren. En dan zie ik jullie snel weer. Doei!